Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Er zit een kat voor, dat is Saartje. Dus jullie kunnen mij niet zien, dat is heel mooi om te kijken. Oké. Okay. Ja. Hoi. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ja, nee, jij. In deze video hebben we een shopvlog voor jullie. Want we hebben vandaag zijn we naar het dorp geweest. Toen hadden we allemaal dingetjes gekocht. Voor school en voor de konijnen. Dus, en voor Moos. Ja, en voor Moos. En dat gaan we nu gewoon even laten zien. Als eerste heb ik gekocht voor Moos. Dat gaat dus een bot. En dat vindt Saartje heel... Pissen nou? Nee. Dat vindt Saartje super lekker ruiken. En dat is... Kijk. En dat vindt ze dus heel lekker. En het stinkt heel erg. Ah, die mevrouw had hem even doorgeknipt, anders past hij niet in de tas. Dus eigenlijk is die zo lang. Ja. Dus dat en... Ik heb nog iets voor Moos gekocht. Dat laat ik meteen opzien. En nu? Dit stinkt dan niet. Dat is dit en dat zijn varkensoren. De varkensoren waren 12,95 euro. En dat ene bot was 2 euro, was 3 euro. 2,99 euro. En ja, dat was het. Oké, ik heb echt weinig gekocht. Oh, ik zal even dit laten. Oh, ja, en we hebben nog allebei dit gekregen. Dat is voor je shadow van je fiets. Ja. En we hebben allebei dit voerbakje. Ja, die laat ik ook even zien. Van de Action. Ik heb hem in het mintgroen. Roze versie. En ze hadden mintgroen, roze en lichtblauw. Ja. En zo ziet het eruit. En hieronder zit zo'n randje. En deze ga ik gebruiken voor water, voor buiten. Ja, ik ga het voor eten gebruiken. Nee, ik weet niet of voor water je had. Maar ik heb roze genomen omdat... Oh ja, bij de Action. Ja? Ik heb... Oh nee, stond die wel binnen? Die was 1,64. Ja. En deze, ik had roze genomen omdat ik heb twee meisjeskonijnen. En ik had al een grijze en een rode, dus... Ja. Je ziet het nu niet, maar het is echt heel roze. Ja, hij ziet de kleur echt heel goed. Mm-hmm. Oké. Okay. En wat... Ja, ik heb mijn bonnetjes niet, maar ja. Ja, dan heb ik nog... ik doe wel even dit allebei, want anders... Ja, ja. Veel minder dan. Ik heb dit. Dit is konijnenvoer. Dit is gewoon van Fauna Food. En dat was op, dus toen heb ik dat gekocht. En ik heb nog bij voor de dieren. En ik heb nog voor de konijnen. Zalig, Saartje! Ik denk natuurlijk eten. Hallo! Nee, dat is niet meer zo. En ik heb nog dit gekocht. Ik zal het er even uithalen voor de leuk. Het ziet er zo uit. En je hebt ook een andere versie. Dat is, wat is dat? De gezonde versie volgens mij. Geen idee. Dit is met groente in ieder geval. Ja, maar die andere die is zeg maar een beetje muesli-achtig. En dit is echt... Ja, oh ja. Wat dingetjes. En daar heb ik er dus twee van. En die kan je dan aan dit dingetje ophangen. En mijn konijnen vinden dat super lekker. En ze hebben het altijd al echt in één dag op. Dus... Eeuw. Oh, dit was een bij. Oh, dat is een wesp. Maar hij heeft me niet geprikt. Ongelukkig. Er zat een wesp op me. Ja! Huh? Oh, ik kan niet meer. Wacht. Saartje. Wat doe je allemaal? Wat is dat? Ja, ik kan een beetje vliegen. Saartje, pak hem dan. Oeh. Ik vind het heel eng. Oké, jongens, ik zit even hier. Mijn vliegtuig al. Maar dit is, en dit is, ophangen en mijn kanalen vinden dat super lekker. Dus dan is die al meteen op wat tijd. Dus ze krijgen niet heel vaak, maar ja, en daar heb ik er dus twee van. Oké, ik had bij de Action nog deze gekocht. Ja, die heb ik ook. En die oh nee, die heb ik niet.
Oké, die waren iets van 50 cent. En dit zijn dus 48 van die stickers die je op je boek of schrift kan... Wow, dus... Die kan je daar op plakken en dan kan je je naam en zo erop schrijven. En ja, nu ben jij weer. Ik heb ook nog 2 pakken kafpapier. Doet ze allemaal. Ja, die wesp zit daaronder. Maar ik heb als eerst deze gekocht, wat bij de Bruna was dat. Ja. En er staan allemaal paarden op. Ja, je ziet het niet heel goed, maar... Nee, maar het zit er in ieder geval wel. Het zijn... Hij ging mee spelen. Dat is niet die wesp. Oh, jawel. Hè? Huh? Hij is dood, denk ik. Ja, ze heeft hem vanaf. Die, en dan heb ik dus deze. En deze heb ik bij de Action gekocht. Oh, we zijn vergeten om de dingen ook al van te noemen hoe duur het was. Bij deze niet. Had ik niet, maar ik had het bij... Oh, nou ja. En die was? Is, ja. Die was 55 cent. Die dan toch? Oh nee, deze. Deze was 5. Hij ging niet snel. Hij was 3 euro, 2,95. Ja, 2,95 euro. Ja. Oké. En dan hebben we nog allebei... Even jou pakken. Deze. Pennen, want die... Nou kijk, schrijft echt heel lekker. En ik zou even het verhaal vertellen, want toen zaten wij op de basisschool en nu niet meer. Maar toen ging ik altijd nakijken, moest je dan. En de juf had deze pennen. En toen had ik die een keer gepakt om na te kijken, maar die schreef het heel lekker. En toen had ik die gehouden. Want wij konden nergens vinden waar ze deze nou verkochten. Maar toen zagen we ze... Toen zagen we ze daarna bij de Action. Ja, ze waren eerst maar wisten, op. Maar ja, toen... maar we wisten dat niet. Dus wij gingen steeds samen delen met die pen, want hij schreef super lekker. En toen... Daarna, toen hadden we aan het einde van het jaar weer teruggelegd. Ja. Toen hadden ze zelf. Dus ja, dat was super grappig. Dus dat. En nu hebben we weer deze. Ja. En vooral de donkerblauwe, die is. De. En je hebt echt super veel kleuren. Ja. En ik had deze al opengemaakt, vandaar dat hieronder geen ding zit. Ja. Ja. En dat was en, wat ik had. Nee, ja. Ja. Ik heb nog één ding. En dat is dit schrift. En dat is voor wiskunde. Kijk, wacht. Oh. Met allemaal vierkantjes. En ik had er dan schrift voor wiskunde. En er zat er iets anders mee. En dat is... Ja, dat is harder dan. En hij was 3 euro. Ja. En dat was het wel. Ja, voor de rest hebben we alle schoolspullen al en zo. En ja. Dit was wat we vandaag hebben gekocht. Oké, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!